En hallo mensen, tof te kijken naar weer een nieuwe video. Mijn naam is Rodney, ik ben hier vandaag in een potje Combine Nuke Domination. Kijk, en ik ga vandaag spelen. Wat ga ik jullie vertellen? Ik heb een reactie gekregen van iemand. En die van, ik ga het hier lezen. Quincy Ploeger, die schrijft het volgende. Rodney, ik heb een goede class voor je. Met de CUDA in het geval. Dus ik heb de CUDA ervoor hem gebuild. Hij schrijft het volgende. Extended Mag, Long Barrel of Rapid Fire. En als perks, Afterburner, Overclock, Fast Hands of Scavenger en nog iets naar keuze. Dus dat heb ik gedaan. Ik heb hier wel iets altijd naar keuze en nu wel in een ander staan potje, maar dat maakt me niet uit. Waar zijn we mee bezig? Kut. Ja, ik had het nog helemaal niet laten zien, maar dit is wat er op mijn class zit. Dus ik heb er stok bij gekozen. Dus dat is eigenlijk alles. Leuk dat we allemaal in mijn staan potje komen. Dan gaan we er zo nog een potje bij. Dat is helemaal geen probleem. Wat? Ah, dat nieuwe wapen. Kut. Even belangrijk om bij te vertellen misschien. Is het potje van de dag. Wat? Waar kom je vandaan? Ik moet rennen. Steal yourselves. There's another round coming up. Dominated. Go on the aggression. Oh, we zijn gedomineerd. Leuk. Securing A. Oké, we gaan verloren. Nou, leuk. Het is een 2 seconden potje. Lekker bezig, jongens. Even kijken. Ja, erop staan. Alleen krip. Oh, ik is verkeerd. Daar ga je. Oké. Mag gedaan, hoor. Lekker ontploffen. Het is onderaan 10, maar helemaal niet gek. Ik kom heel laat in. Dus, oké. Ik weet het echt veel te vaak. Ik moet het echt minder doen. Dat is echt heel erg. Gewoon een beetje vervelend, denk ik. Ik doe het echt heel vaak. Onopgemerkt hoor, daar niet van. Etter. Ik doe het echt 10 keer op een dag. Dat is echt heel erg. Terwijl ik duidelijk weet dat het staat. Maar ik let gewoon niet op. Waar kom je vandaan? Keilig, dat gaat helemaal niet zo. Dat gaat helemaal niet zo soepeltjes. Ga nog van de vuur. Oké, en dan gaan we naar hier, deze kant op. Dan gaan we naar dit door. Spectre smoke. Enemy to Bravo. Lelijk. Daarom heb ik normaal liever fast max, maar we lost Charlie. Friendly UAV inbound. Kutwapen is dat. Oké, weet je, is een tof wapen dan. Jammer. Oh, had ik weer geen punten? Lekker bezig hoor. Wat? Ik word zo lullig, hè? Dit is zo lullig. Ik zat dat volgens die andere guy onder me. Friendly UAV inbound. Be advised. Ik vind het raar met die met een soort van rare het andere groep dat ik echt veel te overpowered. Zonde. Ik ga in kills dat er zit, ga ik beter dan andere kills van mijn team. Tenminste degene die boven mij staat.
Oh! Ja, dat was te verwachten. En hebben we nog die kill niet, hè? Dat komt. Resupply would be good. Ik heb gewoon te veel slechte herinneringen met verliezen van deze shit, dus. Ik ga er nu gewoon echt bij wachten. Een dart. UAV destroyed. Niet dat je daar trots moet zijn op een dart, hoor, maar. Wat dan? Wup. Door het huisje, partij, gaat soepeltjes, yeah. Oh, ja, mooi. Prima voor mij. Daar ging toch een partij soepeltjes, hoor. Zo. Yo, 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 nee. Oh, teammate, waar ben je als je dan dat ik je nodig heb? Securing A. Ik zei dat op de dying ja, kom, maar dat is niet altijd het geval. Advised. Hostile wraps deploy ship in your AO. Ah, ik wist dat je daar zou komen, maar toch, ja. Het heeft veel te veel range voor een one-shot. Oh, tuurlijk, reacts. Lekker hoor, jongens. Fijn. Alpha. Losing Charlie. Fuck! Hostile care pack. Dan kan je toch echt goed scoren neerzetten, ook. Hostile hellstorm inbound. Hier kijkt er niks mee. Ik kan er helpen dat het snel voorbij is. Het team liefde hem ook gewoon. Zo leuk. Zo leuk. Oké, okay, op die manier verlies je ook vrij snel. Ga ik dan negatief ook halve lead, halve team liefde. Fucking zonde. Maar op zich, ik vind het geen vervelende class ofzo. Ik heb ook nog nooit bij deze class goed. Mijn class ziet er maar niet heel veel anders, maar anders uit. In ieder geval, ik ga nog een potje joinen en dan zie ik jullie wel weer terug. Let's go! Het eerste deel van deze video is ook weer weg, omdat mijn PlayStation niet meteen achter elkaar een video wil opnemen. Dus PlayStation nu ook bedankt. Dus het eerste deel van deze gameplay van het tweede potje is ook weg. Dus eigenlijk heb je in totaal toch nog een soort van heel potje. Dus in ieder geval genieten van, let's go. Want het is op zich is prima, we gingen prima. Ik had het vrij snel mijn score streaks in het tweede deel. Dus let's go. Trouwens al 10-4, dus best lekker. Maar oké, dat is prima, dat is prima. Oké, okay, nog 125 punten voor mijn Hellstorm. Moeten we beginnen door te spelen. Zo. Die hier neer. Oké, lekker. Even kijken. Heb je nog wat mensen? Oké. Heb ik hem serieus gewoon niet? Nee, dit is lelijk, dit is lelijk. Wauw, lelijk hoor. Wow, Guardian doet het goed. Oh, ik wist niet dat ik zo kon lopen. Ook wel geleerd. Mooi. We're being dominated. Go on the aggression. Oh, ik wist niet waar die zat. Ik wist niet waar die zat, maar dat heb je zelf ook al gezien, denk ik. Nou, dus zijn we dus gedomineerd, jongens. Hier moet er al iets aan gedaan worden, anders wordt het kut. Securing A. What? Ik was helemaal niet bedoeld dat ik daar zou staan om gekilled te worden. Niet chill, niet chill. Securing Alpha. Waar zit die? Waar zitten ze? Ik ben er achterin. Oh, ik ga er niet meer naartoe hoor, doei. Het kost me een score. Wat? Ik heb wel echt gewoon een paar keer pech achter elkaar hoor.
Jongens, we moeten tot snel even iets pakken, anders gaan we dat niet redden. Wat? Zitten ze te campen ofzo? Ja, dus. Ze campen dan. Heel goed, jongens. Waar zit hij? Wat? Ah, dit gaat zo lelijk zo. Ze spelen nu anders. Yay, we guarding is down. Daar ben ik ook echt blij mee. Fijn dat je me dat meldt. Bravo, secure. Counter UAV inbound, dead. Losing Bravo. Friendly care package incoming. Battery swap. Ah, dat gaat kloten, weet je. Je weet maar nooit, weet je. Oké, dan gaan we nog hier. Friendly HCX deployed. Natuurlijk verlies je B. Maar natuurlijk. Good effect. They go down. Friendly counter UAV inbound. Be advised. Friendly UAV inbound. Nu niet meer. Maakt niet uit. Hostile race in your AO. Securing Bravo. The round's nearly over. Try to redeem yourself. Losing C. Uh-oh. Het leek heel op een Cerberus of een... ja, dat kan ook. Hostile care package overhead. Zo gaan we nog verliezen ook, want het ging zo lekker. Zien. Oh, natuurlijk, kom aan met een M8. Tuurlijk. Uh-oh. Hey, Cerberus, jongen. Wauw, dat duurde wel heel lang. Eerlijk. Dat duurde heel lang voordat dat ding dat begrip had. Ja, als snel als echt E pakken. En bij C hebben we nog kans om te winnen. Dominated. Go on the offensive. Uh-oh. Alpha locked down. Left on. Ah, ik kan het niet zoveel tegelijk pakken. Kom op nou. Be advised. Hostile inbound. Oh. Ik ben echt bang dat hier om het hoekje dat je Cerberus staat, weet je. Ja, tuurlijk, dat ook nog. Dat hebben we ook nog. Wat? Ver met zo'n grote. Oh. Ik vind het zo, dit is zo kut, hè? Het ding in de lucht. Waar hangt dat ding? Dan kan je door die boom ook niet zien, ook, hè? Ja! Kom op nou! Be advised, hostile care package overhead. Stel dat waar ik nog kan staan? En dan mijn headshot ook. Hostile race in your AO. Hostile dart inbound. Oké. Lelijk. Oké, we verliezen dit in ieder geval. Echt wel een beetje lelijk, zeg maar. Doe je? Losing Charlie. Nee? Oké, dan ben ik dood, ja. Maar dat kan ik ook helemaal niks, hè. Eerst gaan ze je achtervolgen, dan willen ze even dat je helemaal geen in de fuck meer ziet. En ja, dan heb je verloren. En die is heel erg lelijk of zo, eigenlijk. Ja.
Ja, dit is gewoon een kutwapen. Eerlijk. Wauw. Goed hoor, man. Oh, mooie kill. Ik vind het echt het meest verschrikkelijke wapen. Black Ops nerft dit ding. Dit ding heeft te veel range. Het is gewoon een shotgun. Het is gewoon een soort van shotgun. Gewoon bullshit. In ieder geval, ik hoop dat jullie deze video genoten hebben. Doe eens even een blauw duim af. Vergeet niet te abonneren en te reageren. Ik moet even zijn naam erbij pakken. Wacht heel even, 2 seconden. Quincy, en dan, oh, wat staat er nog bij? Quincy Ploeger, heel erg bedankt voor je reactie. Ik vind het een hele fijne class, oké. En misschien een beetje een moeilijke tegenpartij, of een vervelende tegenpartij. Maar verder ging het prima. Heel erg bedankt voor de class, ik ga hem zeker gebruiken. Dus hartstikke bedankt. En dan zeg ik iedereen ook hartstikke bedankt voor het kijken. En laters, en tot volgende week.